mijn voorstelling nou precies over gaat. Uiteindelijk doe ik maar wat. Ik ben eigenlijk de Karel Appel van het cabaret, zou ik maar zeggen. Ik klieder maar wat aan. Ik heb gewoon heel veel liedjes en wat sketches en wat conferences. Eigenlijk heel ouderwets. Sommige mensen vinden mij ouderwets. Maar ja, het gaat wel allemaal over deze tijd, wat ik te zeggen heb. Dus volgens mij wordt het wel leuk. Nou, ik zou het niet durven om mij met iemand te vergelijken. Ik heb wel mensen die ik bewonder. Wat opvallend is, dat de meeste mensen die ik bewonder al dood zijn. Misschien komt daar het ouderwetse ook vandaan. Maar ja, kijk, de grote namen uit de Nederlandse kleinkunsten. Toch Toon Hermans en Wim Kan, die vind ik nog steeds wel heel erg leuk. Als ik dat nu zie, denk ik, dat is toch wel heel goed hoor. En ja, ook mensen uit het buitenland. Iemand als Tommy Cooper, dat vind ik fantastisch. Maar ja, ook die mensen als Yves Montand of zo. Dat is dan geen grappenmaker op zich, maar toch wel een artiest. Tony Bennett vind ik geweldig. Tony Bennett leeft nog, dus hij is nog steeds fantastisch wat hij doet. Dus dat is. Herman van Veen, nou laat ik die eens noemen. Die vind ik toch wel op dit moment misschien wel de grootste entertainer van Nederland. Dat ik in Baren woon, maakt het wel speciaal dat ik dan hier speel. Maar ja, ik zal niet meer of minder mijn best doen dan ik in Beverwijk of in Velp doe natuurlijk. Maar het is wel leuk. Ik zal ook proberen zo weinig mogelijk grappen over het Koningshuis te maken. Dat ligt hier nog wel eens gevoelig, heb ik begrepen. Maar ja, soms ontkom je er niet aan, want ze vragen er gewoon om. Nou, inwoners van Baren en omstreken, ik hoop dat u allemaal op 1 december naar de Speeldoos komt, waar ik een avond lang zal proberen u te vermaken. Als u allemaal er bent, dan komt dat zeker goed, want dan is het al voor de helft gelukt, volgens mij. Dus wees welkom.